De regering heeft fiscale maatregelen aangekondigd die moeten leiden tot de verhoging van de inkomsten. Minister Armand Gijbesink van Financiën zei gisteren in de Nationale Assemblée dat in dat kader de hervorming van het overheidsapparaat is opgenomen. Hierbij wordt een bezuiniging van 10% verwacht. Ook zal gewerkt worden naar het volledig afbouwen van de subsidie aan de EBS. De bewindsman benadrukt dat er wel rekening gehouden zal worden met de minder draagkrachtigen. Ook zal de solidariteitsheffing ingevoerd worden. Deze zal gelden voor personen die jaarlijks meer dan 150.000 SAD verdienen. Dus als u een inkomen heeft van 20.000 per maand, dan betaalt u tot het bedrag van 12.500 de normale belastingen. En over de 7.500 betaalt u die solidariteitsheffing. Dus dit is echt de brede schouders die gaan solidariteit moeten tonen. En dit is een maatregel die wij voor 1 jaar gaan uitvoeren. Dit is in de periode waarin we bezig zijn de crisis te beheersen. Houdt u dat vast, voorzitter, dames en heren. We hebben kunnen constateren, voorzitter, dat er ongebreideld vrijstellingen worden gegeven bij importen. Bijna niet te controleren. Het is een zaak geworden wat we bijna niet meer in de hand kunnen houden. We gaan dat aanpakken. Er dient heroriëntatie plaats te vinden op de fiscale korting, op kapitaalinvesteringen en vrijstellingen van halffabrikaten. Bij de invoering van deze fiscale maatregelen zal er volgens Gijbesink een sociaal vangnet gecreëerd worden om de samenleving te ondersteunen. Dit vangnet staat los van de COVID-ondersteuning. Hierbij gaat onder andere de AOV verhoogd worden van 525 SRD naar 750 SRD. We gaan de kinderbijslag aanpassen van 50 SRD. Naar 75 SRD per maand, ook ingaande 1 november 2020. We gaan de financiële bijstand van 375 SRD per maand aanpassen naar 500 SRD per maand, ook ingaande 1 november. We gaan continueren, voorzitter, de heffingskorting die was 125 en nu vanwege COVID gebracht is naar 750, die gaan we continueren tot het moment waarop de belasting toegevoegde waarde, de BTW, wordt ingevoerd. Omdat bij de invoering van de BTW we andere maatregelen gaan treffen om verlichting te brengen. En die andere maatregelen, daartoe behoort het aanpassen van de schijven. Aldus minister Armand Gijbesink. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblée over de maatregelen die getroffen zullen worden om de inkomsten van de overheid te verhogen.